Een heel goede middag aan iedereen die al ingelogd is op deze call. Welkom namens TNO, DNL, DHBA en ISP Connect. Daar hebben wij een meeting georganiseerd om GAIA-X, het Europese initiatief, duidelijk te maken aan de toehoorders. En ook hoe we daar vanuit Nederland aan deel kunnen nemen. We hebben vanmiddag een vol programma tot 3:30. En we zullen werken en een paar praktische dingen in een mute mode. Dus iedereen die deelneemt staat op mute. Je kunt wel vragen stellen tijdens de sessies. Die vragen kun je stellen via de questions optie in het scherm. Wij gaan dan later in een discussieonderdeel gaan we daarin verder en dan gaan we daarop in. Tijdens de presentaties kunnen er enquêtevragen langskomen. Dat zijn er maar drie. En die worden tussen de presentaties gesteld. En graag dat je daar even antwoord op geeft. Dan kunnen we daar ook de discussie aandacht aan geven. Verder zullen we de meeting opnemen om later terug te kunnen laten kijken en die ook te delen. Dus dat je dat weet op het moment dat je dit deelneemt aan deze meeting. Wil ik graag even naar de agenda gaan en mezelf introduceren. Mijn naam is Ruud Allaerts. Ik ben de directeur van Dutch Hosting Provider Association, een branche-organisatie die dit mede organiseert. Na mijn korte intro gaat Michiel Steltman het woord krijgen om te kijken van welke situatie we vandaag de dag hebben en de uitdagingen voor de cloudsector. Daarna komt er een introductie en de zienswijze van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat door Thomas Faber. Dan zullen de mensen van GAIA-X zullen aan het woord komen. Andreas Weiss van ECO en Thomas Niessen, Trusted Cloud. Zij zullen aangeven wat GAIA-X is en waarom het zo belangrijk is. Niet alleen voor Europa. Daarna zal Frans van Etten van de Nederlandse AI-coalitie zal een toelichting geven op datasharing-initiatieven en hoe die passen in GAIA-X. Vervolgens gaan we door met een visie op GAIA-X vanuit TNO door Edwin Harmsma gepresenteerd. En gaan we verder met Bjorn Hakkatsson, ook van TNO, die presenteert hoe we samen kunnen werken aan die concrete innovaties onder het project GAIA-X. Bijna aan het einde hebben we de discussie waarin we de poll zullen bespreken en zullen we ook een paar vragen geselecteerd hebben die we door een van de panelleden laten beantwoorden. Daarna is het de afsluiting en zouden we om 3:30 moeten kunnen stoppen. Ik wil graag het woord geven aan Michiel Steltman. Hij is directeur van de stichting DNL. Dank je, Ruud. Goedemiddag en welkom. Ik ben directeur van de koepelorganisatie Digitale Industrie Nederland. Mijn naam is Michiel Steltman. Dat is de koepel van bedrijven, hosting, cloud providers, domeinregistrars, NAM6, allerlei bedrijven die onder de motorkap van het internet actief zijn. Toen wij vernamen van het Duits initiatief GAIA-X, waren we als sector onmiddellijk getriggerd. Nederland heeft een belangrijke en een grote hosting- en cloudsector met de datacenters. Is het voor ons belangrijk dat dienstverleners, digitale dienstverleners hun weg naar Nederland vinden. Dus wij herkenden de kansen en de mogelijkheden voor bedrijven om in GAIA-X te gaan participeren, om daarmee ook naast grotere, maar ook kleinere bedrijven, SaaS, IaaS en PaaS bedrijven, kansen te geven om hun diensten te kunnen leveren in Europa, om de drempels voor partijen laagdrempeliger te maken, dus een Europees ecosysteem te creëren. En onmiddellijk herkenden we daar de mogelijkheden voor. En we hebben besloten daarop om de krachten te bundelen. Want wat we begrepen, en dat zal u in de volgende presentaties gaan horen, is dat GAIA-X in principe open staat voor iedereen. Maar je kunt je voorstellen dat het voor kleine partijen niet zo makkelijk is om de weg naar Duitsland te vinden en te gaan participeren in gremia. Vandaar dat wij het belangrijk vonden om vanuit de Nederlandse industrie de krachten te gaan bundelen, samen te gaan werken. En een logische en een goede partner daarvoor was TNO. Per slot van rekening op het grensvlak van research, toegepaste wetenschap, samenwerkingsverbanden, het Europese perspectief, veiligheidsagenda, liggen ontzettend veel raakvlakken.
En vanuit de sector leek het ons een heel goed idee om te gaan samenwerken met TNO om te kijken of we die krachten kunnen bundelen. En het idee is om als sector, als bedrijven in Nederland die de kansen zien, die willen participeren, die iets willen gaan doen met Gaia-X, die krachten vanuit Nederland te bundelen om te brengen, dus de ideeën vanuit Nederland in Duitsland bij Gaia-X in dat Europese verband aan tafel te brengen. En tegelijkertijd de kennis, alle uitkomsten en datgene wat er in het Gaia-X gebeuren in Duitsland wordt ontwikkeld, om dat mee terug te nemen en te kijken hoe we daar invulling aan kunnen geven voor Nederland. En daar liggen ook ontzettend grote kansen, want er zijn nogal wat dossiers in Nederland die eigenlijk behoefte hebben aan Gaia-X. Denk aan de medische sector, waar altijd het kwestie is van waar komt de medische data terecht? Hoe mooi zou het zijn als je daar federatieve, neutrale clouds hebt van partijen die aan normen en standaarden voldoen, waardoor die data niet per se in iemands handen is, maar wordt geborgd door Europese infrastructuren. Denk aan data delen, denk aan het sharen van informatie om innovaties mogelijk te maken. En zo zijn er allerlei toepassingen te bedenken waar Gaia-X potentieel een grote voordeel en een grote echt mogelijkheden voor kan bieden. En vanuit dat perspectief, dus de Nederlandse sector, het samenwerken, kleine partijen die kunnen meedoen in grotere verbanden, kennis vanuit Nederland brengen, terughalen uit Duitsland en kijken hoe we in Nederland lopende maatschappelijke dossiers met dat Gaia-X-initiatief naar een hoger plan kunnen brengen. Voorts is het zo dat het echt praktisch ingestoken wordt. Wij willen met Gaia-X aan de gang in Nederland zodra dat kan. Dus zodra er toepassingen komen, standaards, normen, dan is het voor ons erg belangrijk om in een vroeg stadium aangehaakt te worden en een vroeg stadium met partijen die daar belangstelling voor hebben, die stap te gaan zetten en toepassingen in Gaia-X te gaan realiseren. Dat is kort en goed het initiatief. We hebben die samenwerking opgezet. We zijn daarmee begonnen. Dat krijgt de vorm van een samenwerkingsverband, een coalitie. TNO heeft dat opgepakt. En vandaag is dan de aftrap van dit event waarin TNO samen met ons als sector zal uitleggen wat er tot nu toe is bedacht. Hoe die samenwerking eruit kan zien, hoe die vorm kan krijgen en wat de vervolgstappen kunnen worden. En met name te brengen, what's in it for you? Dus wat is voor Nederlandse bedrijven, voor organisaties die belangstelling hebben aan de vraagkant of aan de aanbodkant van Gaia-X, wat de mogelijkheden kunnen zijn. Dit event is de start van dat proces. En we zijn natuurlijk erg benieuwd hierna wat er op gang gaat komen. En hopen dat dit initiatief ook wordt herkend in Nederland en aan die vraag voldoet. Daarmee wil ik het woord geven ook aan een samenwerkingspartner, de samenwerking met het ministerie van Economische Zaken, die we uiteraard gevraagd hebben hoe zij naar deze materie kijken. En Thomas Faber van het ministerie, directielid van het team Digitale Economie, geef ik graag het woord om te horen hoe jullie als ministerie van Economische Zaken hier naar kijken en wat jullie ervan vinden. Ja, dankjewel Michiel. En ook dank voor de uitnodiging om deel te nemen aan dit webinar. We beginnen al een beetje aan te wennen dat we dit allemaal online doen. En dat kan eigenlijk ook alleen dankzij de hoogwaardige digitale infrastructuur die we hebben. En de huidige crisis die benadrukt dat nogmaals eens. En het onderwerp dat we vandaag bespreken, dat staat hoog op de agenda's. En dat houdt ook niet op bij de nationale grenzen. Dat is het belang van data en van data-infrastructuur dat groeit. Je ziet dat de volumes hard toenemen. Je ziet ook de relevantie van data in steeds meer sectoren. En dat gaat van het realiseren van de energietransitie met behulp van data en AI tot het monitoren van de verspreiding van het coronavirus. Dus je ziet dat overal data een belangrijke bijdrage levert en dat er nog een gigantisch potentieel ligt. Nou, dat hoef ik niet, denk ik, de deelnemers van dit webinar niet uit te leggen. En tegelijkertijd zien we dat echt veel ondernemingen en organisaties nog hard aan het zoeken zijn hoe je omgaat met data. Want waar sla je veilig je bedrijfsgegevens op? Hoe weet je dat je nog aan de AVG voldoet? Onder welke voorwaarden deel je data en hoe hou je daar controle over? En hoe raak je op de hoogte van de mogelijkheden over wat je allemaal met data kunt? En vanwege dat grote belang van data hebben wij ons vanuit de Nederlandse overheid ook ingespannen om dit goed op de Europese agenda te krijgen. Dus met de presentatie van een kabinetsvisie op data delen
En de presentatie van de Data Sharing Coalition was Nederland vorig jaar een van de eerste landen die een concreet project neerzetten om samen te bouwen aan een Europese data-economie. En in oktober zag je dat Duitsland het Gaia-X-initiatief heeft gepresenteerd rond opslag en verwerking van data op een manier waarop de Europese waarden worden geborgd. En inmiddels heeft ook de Europese Commissie een ambitieuze datastrategie gepresenteerd. En al deze projecten hebben in de kern dezelfde ambitie, namelijk Europese spelers verbinden om data optimaal te benutten voor de economie en voor maatschappelijke vraagstukken. En iedereen die is zich ervan bewust dat we in Europa moeten samenwerken als we dit willen. En dat als we de data-economie willen laten werken volgens Europese waarden. En als we ons als de EU sterk willen positioneren in een internationale markt waar ook zeer grote cloudspelers actief zijn. We hebben als overheid de presentatie van Gaia-X daarom ook op de voet gevolgd en dat doen we nog steeds. Het project is ook nog volop in ontwikkeling. Volgende week op 4 juni zullen de Duitse minister Altmaier en de Franse minister Le Maire ook meer details bekendmaken over het project. We zijn vanuit de Nederlandse overheid, waarderen we heel erg deze ambitie, deze Duits-Franse ambitie. En we kijken uit naar de verdere concretisering van de ideeën. En we zijn ook heel blij dat het initiatief zo breed open staat voor bijdragen van organisaties en bedrijven. En uiteraard ook vanuit Nederland. En daarom is het heel mooi om vandaag te zien dat de Nederlandse cloudsector, zo noem ik het maar even, zich organiseert om te werken aan een gezamenlijke bijdrage aan Gaia-X. En ik waardeer het enorm dat u de handen in één wil slaan. En ik ben erg benieuwd tot welke ambities en concrete bijdragen dat gaat leiden. En vanuit de overheid hoop ik dat de verschillende initiatieven die er in Europa nu ontstaan, in samenhang doorontwikkeld kunnen worden om een kritische massa te bereiken. En dat is ook de ambitie van de Europese Commissie. Ik wens jullie allemaal heel veel succes om daaraan bij te dragen. En ik kijk erg uit naar de rest van dit webinar. En ik geef hiermee graag het woord weer terug aan Ruud. Dankjewel, Thomas. Tijd zit voor het eerste intermezzo in de vorm van een eerste enquêtevraag. Jullie zien een quickball in beeld, waarin we eigenlijk vragen van om het type organisatie die je vertegenwoordigt, om dat even aan te geven in deze korte poll. Waarvoor dank. Then it's now time to switch to English and give the word to Andreas Weitz from ECO and Thomas Niessen from Trusted Cloud. Both Andreas and Thomas are from the beginning and from the start of the Gaia-X project in the board and in the organizing committee of Gaia-X, which is a French-German initiative. They will explain the Gaia-X initiative, and they also will explain what the benefits can be for us. So Andreas, glad to give you the floor. Thank you very much, Ruud, and thanks for the invitation, and hello everybody. Let me just switch to the presentation. Hope you can see this now. Yeah. Gaia-X, you might imagine this is an initiative with a huge bandwidth of topics. So for today, I would like to focus on the cloud service provider view. So really, what is in Gaia-X on this level? And I think in the follow-up, you will also get some insights about the business potentials for the economy at all presented by TNO. Now, today I'm here with my colleague Thomas Niessen, and Reid already said we both are in Gaia-X from the beginning, from the specification phase, and we are both members of the architecture board. Now, looking at Gaia-X itself, I think it's worth to have also a voice of the cloud service provider and the infrastructure provider. And thanks to DHPA, who contributed also a statement, as well as other stakeholders like Eurocloud France, like CISPA, LeaseWeb, and DICX. And I could show you a lot of more statements. I've collected more than 30 of them. Just to summarize what is in there, I think all of them are addressing the key topic, sovereignty and innovation, as a key objective Gaia-X is aiming for,
We are all working together towards a European digital single market. And finally, Gaia X should serve for European industries, government and citizens equally. But on the other side, Gaia X should be delivered on a global level. And there are already exchanges with other countries beyond the European Union. For example, like South Korea, like Japan, I'm pretty sure there will other countries join as well to this initiative. One of the key challenges is principle of federation and also to establish interconnection, because we are really aiming for a federated infrastructure and data ecosystem, and everyone can build his own federation based on the core Gaia X principles, which implies that we have clear policies and to protect data assets. And this is not simply on the data privacy level like GDPR for personal identifiable information. It is also for industry data, because industry data is seen as an intellectual property. So it needs a similar level of protection. And this is really what is being targeted by Gaia X, by its core concept. So before we started with Gaia X, we had to listen to the market. So there is a special work stream from the consumer side who should express what is important for them. And I think one of the key terms is self-determination, so that we are able, or that the economy is able, to build up database business models, and that the concept should comply with their view in terms of compliance, governance, and also to keep the right on data, which is then finally the term of data sovereignty. What we also need to address is to allow collaboration across company, because especially when we look at the artificial intelligence area, it is worth to share data to get much more output by AI-driven analytics, and this is really then the challenge. Whenever you share data with other parties, you, as a, from an entrepreneurial perspective, you will still keep control of the data. And if you want to revoke the access to the data, this should be done by technical means, and this should be also aligned with appropriate compliance rules. So this leads then to the typical model of federated ecosystems, but they should be interoperable. So they should work with standardized APIs on the infrastructure layer to avoid a vendor lock-in situation, for example. And last but not least, we have to comply with all the EU regulation with the data protection and confidentiality rules, also addressing the especially programs like EU Cyber Security Act, GDPR, switching of providers, and so on, which is then driven on the EU level. So when we look at the actors within such an ecosystem on the infrastructure layer, we just outlined for now, there will be much more, but at least the network and interconnection providers, as well as a classical cloud service provider, which can be split up in regional provider and specialized providers. And of course, the hyperscaler themselves are part of the cloud service provider community. Especially when we look into AI or innovation services, high performance computing is of relevance, not just in the research area, but even more in the future when we have to deal with the huge level of data or to analyze data lakes and so on. There are a set of sector specific clouds. For example, in Germany, we have the financial sector and also the healthcare sector, which is highly regulated and with special compliance requirements. And what is really an important part is to include the edge into the overall scenario, because with industry 4.0 and the need of industrial IoT, we're very clear that there is a reasonable level of edge computing, and there are already indicators that this can be more than on the cloud level. So we need a clear interaction between centralized cloud services and edge processing.
So when we look at each of these parties, of course, interconnection is relevant for smart provisioning of bandwidth, also the federated routing and access to cloud services via Cloud Exchange. And looking back the last 2 months, we really understood now the relevance of connectivity and the need of bandwidth to move forward. Also on the cloud service level, the scalability and the interoperability of services is of relevance. And we would like to see more specialized functions which serves for innovation. On the high performance computing, we need dedicated high performance services for all the range of smart services, the clusters of smart cities, smart home, smart mobility, and so on. And there's a huge portion of AI featured services included. There, as I said, a sector specific clouds, looking at the financial clouds, the automotive clouds, the healthcare clouds. They should be enabled to address their specific requirements. We are very sure there's no one size fits it all approach, but we need the key elements to build up federations and to be very clear who is in, who is out of such a federation, but still with a common set of standards, with a common set of interoperability, that especially those providers who are serving various sector specific areas can make use of the own the same background services. Yeah, and with the edge processing, the IoT services, we need the infrastructure which is reliable in the edge, but also data ecosystem uplinks for with reasonable connectivity, and also latency is a key differentiator here. Well, all these elements are finally addressing the market needs, and they should be combined by Gaia-X for professional and scalable offering and to target the innovation space without a specific infrastructure vendor lock-in. At the end of the day, a good service is always a lock-in because you don't want to miss it. Well, that's seen then in a more global perspective, that we have this infrastructure ecosystem as recently described, and this serves to the data and innovation ecosystems on a federated level. With, and probably you've heard about the strategy of the EU, the data strategy with the various data spaces to be promoted, then the core services, and this will serve into the various clusters like Industry 4.0, like the public sector, healthcare, and so on. And as a middle layer, we are going to establish now with Gaia-X the terms of identity and trust, also to foster sovereign data exchange, to provide a catalog with services, providers, and nodes to provide transparency and the reasonable level of self-determination, and this should be combined with compliance elements on the contractual level, and also to keep the term of interoperability and free flow of data as much as possible. So these are the various areas. This is the overall picture of Gaia-X. You will see near term some smarter graphics with a new release of the papers on June 4th. What we did on behalf of ECHO, we are currently rebuilding our study for the internet industry. But at the end of the day, there's a question, especially for the cloud service provider, where's the beef with Gaia-X? So we clustered all the areas from network via services and applications to aggregation, transactions, and finally to the smart industries and paid content. And within this model, I just outlined those areas which are in scope for Gaia-X. It is not satellites, but the complete range of services and applications from infrastructure via software as a service up to edge and fog computing is in scope. And on the fourth layer, the key clusters like automotive, industrial IoT, smart buildings, and other smart industries are in scope. Just to outline, this is really a huge bandwidth. A bandwidth which is addressed by Gaia-X and this internet model. And to show the potentials here, we outlined
with our study that within 2009, and this is solely for the German market, we had a turnover of 147 billion. And the projection to 2025, even with the COVID-19 impact, we have a raise up to 54 billion euro in 2025, which is a growth of 9.5% per year, or in total 72.8%. So this is finally the potential. The question is, who is going to take this share? And if I just reduce it to the Gaia X classes, I can already indicate the figures are even more impressive. So, and the accuracy of the study, of the previous study of the internet industry, was 96%. So I think these are reasonable values we derived together with Arthur D. Little on this internet model. So what we say, GAIA-X is a joint opportunity for providing consumer for the European economy. And in this sense, I will hand over to Thomas, who will give you also some insight about future activities for standards as well as onboarding. Thomas, it's your turn. Yes, thank you, Andreas. Ik ga proberen het nu in het Nederlands te doen, in de hoop me niet helemaal belachelijk te maken. Dus ik zou graag met u nu een beetje een blik onder de motorkap werpen van Gaia-X, wat de principes betreft. En ook wat Andreas al heeft gezegd, de onboarding process. Dus hoe kunnen jullie eraan meedoen? De high-level objectives. Daar heeft meneer Faber en ook Andreas al over gepraat. Zijn natuurlijk al gepubliceerd in verschillende documenten. Maar dit zijn dan echt high-level objectives. Bijvoorbeeld gehecht aan Europese waarden en interoperabiliteit. Maar wat gaat dit in praktijk betekenen? Twee dingen zijn, geloof ik, heel belangrijk. Het ene ding is compliance, het andere is interoperabiliteit. Als we naar compliance kijken, welke policies, welke regulations willen wij met Gaia-X aan voldoen? Dat is natuurlijk ten eerste de vraag van information security. En daar gaan we het heel sterk op baseren wat op dit moment door ENISA wordt ontwikkeld. Dus het schema onder de Cyber Security Act. Een tweede hele belangrijke bouwsteen van dit is GDPR. Dus daar gaan we ook heel sterk voor persoonsgegevens op baseren wat de GDPR aan tools ter beschikking stelt. Bijvoorbeeld Codes of Conduct, artikel 40, of certificaties, artikel 42. En een derde pillar van dit is ook de Free Flow of Data Regulation van de Europese Unie. Daar in bijzonder artikel 6, waar ook een Code of Conduct door SWIPO al is ontwikkeld. Dus dit zijn heel kort de compliance mechanismen waar wij willen aan voldoen. En dit is ook, by the way, een heel belangrijk onderdeel voor het Cloud Rulebook van de Europese Unie, wat voor 2021 is gepland. Wij zijn daar een stapje misschien op vooruit en wij hopen natuurlijk dat Gaia-X een beetje een blueprint voor dit Europees rulebook kan worden. Tweede belangrijke facet is interoperabiliteit. Dus wij proberen heel kort gezegd door die Architecture of Standards deze interoperabiliteit mogelijk te maken. Dit betreft natuurlijk zekere identiteiten, dus een Federated ID Management. Data Connector, dus de vraag hoe kan jij secure data sharing. Daar gaat meneer Van Etten straks ook nog over praten. En natuurlijk open APIs, dus de mogelijkheid op elke Gaia-X service toegang te hebben.
Dit is iets wat natuurlijk niet statisch is. Dit wordt natuurlijk ook beïnvloed door de activiteiten die in standaardisatie gebeuren. Bijvoorbeeld op Europees niveau met ETSI en SENSENELEC. En uiteraard ook door research projects, welke dan ook nieuwe mogelijkheden gaan bieden. Ik denk dat meneer Håkansson straks ook nog een beetje op dit gaat ingaan. Wat heel erg belangrijk is, zoals gezegd, GAIA-X is gestart als een Duits initiatief en heeft nu ook Frankrijk al besmet, om het zo te zeggen. Maar heel belangrijk, GAIA-X is open voor andere initiatieven. Dus zijn we er ook heel blij om dit speciaal initiatief van TNO, DNL en DHPA, om ook de Nederlandse community te integreren en natuurlijk ook heel erg onder de indruk van het aantal van deelnemers. We zijn nu met rond 140 hier en dit is al, om het te herhalen, heel indrukwekkend. Dus wij zijn er heel blij om en als jullie ook aan mee willen werken, hoe GAIA-X gaat uitzien, hoe de architecture standards gaat uitzien, dan is er de mogelijkheid voor en ja, graag interesse betonen. Next is bitte, Andreas. Dit was één facet van de onboarding, dus hoe kan jij meedoen aan hoe GAIA-X gaat uitzien? De andere vraag is natuurlijk, als jij een cloud service provider bent, hoe kom je dan GAIA-X binnen? Hoe kan je dan services onder GAIA-X ter beschikking stellen? En ik heb het geprobeerd met dit plaatje een beetje duidelijk te maken. Dus wat denken wij dat de onboarding proces gaat uitzien? Heel belangrijk, de basis ervan is een machine-readable descriptie van de service die u gaat aanbieden. Dit maakt het mogelijk een heel straf onboarding-proces te handhaven. Wat er in aansluiting gebeurt, is een validatie van de gegevens in deze self-description. Speciaal met betrekking tot de criteria van information security, zoals al gezegd gebaseerd op de Cyber Security Act schema, data protection, GDPR, interoperabiliteit en transparantie. Terugkomend op de Cyber Security Act, wij denken op dit moment dat er drie levels van services in GAIA-X ter beschikking wordt gesteld, zoals in de Cyber Security Act al voorzien. Ik heb hier het voorbeeld van Basic genomen. Dit is de initiale of fundamentele registratieproces. Dus ik hoop dat ik u een beetje inblik kon geven hoe de GAIA-X onboarding gaat uitzien. Ik zal er straks ook nog voor de discussie zijn, maar als er dan nog vragen zijn, Andreas en ik staan natuurlijk ook graag ter beschikking. Ja, en met deze woorden terug aan Ruud. Dankjewel Thomas, dankjewel Andreas, thanks voor dit. Very clear story. Possible questions can be posed through the question channel, and we will come back to that later on. Now's the time to give the and we gaan weer om schakelen naar het Nederlands. We geven het woord aan Frans van Etten. Frans van Etten is van de Nederlandse AI coalitie en gaat het hebben over het stuk data sharing initiatieven en hoe die dan in GAIA-X zou kunnen passen. Frans, aan jou. Ja, dankjewel. Maar we zijn er. Goed, ik wilde jullie laten zien hoe de datadeelkant zich ook beweegt in GAIA-X. Dus dit is een plaatje hier. De X die je heel vaak terug ziet komen als je de documentatie leest over GAIA. Dus die heeft een onderkant waar het gaat over infrastructuur en datadelen. En die heeft een bovenkant die gaat over de datakant en datasoevereiniteit. Dat is een heel belangrijk woord wat je vaak terug ziet komen. En ik weet dat we hier vandaag zitten met mensen die met name aan de infrastructuurkant actief zijn. Maar het mooie feitelijke is dat die twee werelden bij elkaar moeten komen in GAIA. Als je kijkt dan naar de datadeelinitiatieven.
dan is er al ontzettend veel gaande in deze wereld. En dat is natuurlijk logisch, omdat data delen, per definitie doe je dat met andere partijen. Er zijn al heel veel ecosystemen zijn er ontstaan rondom dit onderwerp. En die spelen zich op allerlei niveaus af. Hè. Dus op internationaal niveau zie je daar dingen. Op nationaal niveau en op sectoraal niveau. En uiteindelijk is het natuurlijk het mooiste als dat allemaal keurig in elkaar ingrijpt. En ik heb daar gelukkig vandaag heb ik daar een voorbeeld van. Maar ik zal even langs een internationaal initiatief lopen. Dan twee op nationaal niveau. En dan eentje rondom de Smart Connected Supply and Network. Goed, de eerste gaat over data delen die door de IDS, referentiearchitectuur, beschreven is. En dat is eigenlijk een hele fraaie standaard, waarbij het niet meer gaat om één sector, maar waarbij een generiek model gebouwd is om te kijken van hoe doe je dit nou? Hoe ga je een datadeelsysteem creëren waarbij je niet in een vendor lock-in situatie zit, maar waarbij je zelf als data-eigenaar de soeverein blijft over wat er gebeurt met je data. Nou, dat gaat niet vanzelf. En dat is niet iets van wat je ook zomaar contractueel kan opleggen. Daar moet een heel systeem omheen zitten. En de referentiearchitectuur van IDS, die doet dat. Nou, die is, in principe was die ontwikkeld ooit in de industriële sector. Maar zo grondig, zo goed georganiseerd, dat ja, gaandeweg was het duidelijk dat dit eigenlijk op allerlei sectoren toepasbaar is. En je ziet nou dat eigenlijk de principes die Kaya geformuleerd heeft rondom datasoevereiniteit, rondom hoe willen we dat nou doen in Europa, hoe blijf je in controle over je eigen data, dat komt heel mooi samen met dat systeem van IDS. En dus dit is een voorbeeld van een bestaande initiatief, vanuit Duitsland geïnitieerd, maar gaandeweg steeds internationaler naar Frankrijk, naar Nederland, naar andere landen, die heel mooi past bij die principes en die uiteindelijk ook kan landen binnen het Gaia-verhaal. En dat is eigenlijk ook goed van Gaia. En je ziet dat daar, het is niet zo van we beginnen met een compleet leeg velletje papier. Nee, we kijken wat er al is, we kijken wat zijn er al voor standaarden, wat zijn er al voor mogelijkheden en daar bouwen we op voort. En dus daarmee win je in tijd en win je in wat je kan. Dus dat is echt een internationaal initiatief, krachtig, veel partijen in, staat voor interconnectiviteit, maar ook op nationaal niveau gebeuren belangrijke dingen. En de Data Sharing Coalition is er zo eentje. Nou, die is ontstaan vanuit het ministerie van Economische Zaken. En die heeft op een gegeven moment een aanvraag gedaan van wat zijn er nu voor allerlei datadeelinitiatieven al. Er is een rapport over uitgebracht en er is een soort van inventarisatie geweest van wat gebeurt er nou sectoraal. Nou, dat was eigenlijk best wel veel, maar de conclusie daarvan was dat het ook wel heel erg sectoraal bleef. En toen heeft EZK gezegd van nou, wat we eigenlijk moeten doen is zorgen dat die sectorale initiatieven ook cross-sectoraal worden. Ja, dus dat het niet blijft bij de financiële kant of de industriële kant of de energiekant. Nee, die moeten ook met elkaar gaan samenwerken zodanig dat we uiteindelijk een totaal datadeelwereld kunnen realiseren. Nou, zo is die Data Sharing Coalition ontstaan. Hij is in januari gestart. InnoP is daar de penvoerder van en daar zijn al een aantal use cases nu gedefinieerd waarbij die intersectorale datadeelinitiatieven aan elkaar geknoopt worden. En dus je ziet hier twee concrete die staan neer van leningen voor energiebesparende maatregelen en riskmanagement in de verzekeringswereld, waar iShare, dat is ook zo'n afsprakenstelsel aan ten grondslag ligt. Nou, dan hebben we de Nationale AI-coalitie, daar ben ik dan ook onderdeel van en de reden dat ik hier ook zit vandaag. Daar is datadelen natuurlijk van cruciaal belang, omdat AI-applicaties hebben data nodig en wat je ziet helaas is dat data toch vaak in silo's zit en hoe breng je dat nou bij elkaar? Nou, dat kan je alleen maar bij elkaar brengen door partijen vertrouwen te geven dat data op een goede manier gedeeld wordt. Nou, en dat hebben wij opgepakt binnen de AI-coalitie. Doen we een aantal dingen in.
Eén is dat we zorgen voor een goede knowledge base rondom data sharing. Er zijn rapporten uitgebracht, waaronder deze, verantwoord data delen voor AI. Kunt u gewoon downloaden vanaf de website. En daarnaast wordt er ook gewerkt aan het concreet implementeren van data delen in verschillende sectoren. Dus we zijn niet alleen theoretisch bezig, maar we laten het ook in de praktijk gebeuren. Nou, uiteindelijk moet het natuurlijk ook landen. Het is prachtig om nationale initiatieven te hebben, internationale initiatieven, maar uiteindelijk moet het gewoon in sectoren, in concrete regio's, bij bedrijven moet het uiteindelijk landen. En je ziet dat een heel goed voorbeeld van in Eindhoven, het Smart Connected Supplier Network. En die hebben IDS toegepast in het datadelen in de maakindustrie in het Eindhovense. Dus er is een hele serie van bedrijven die in een bepaalde supply chain zitten en die onderling met elkaar data moeten delen, bijvoorbeeld om facturen uit te wisselen of om bepaalde designs met elkaar te delen. En die gebruiken zo'n datadeelinitiatief als IDS, wat uiteindelijk weer in Gaia-X hangt, gebruiken ze om gewoon, zeg maar, de afspraken daadwerkelijk op dagelijkse basis te realiseren. Ja, dus hier komt echt de rubber hits the road. Hier wordt het van sectoraal, regionaal, nationaal naar Europa. En dat is wat je uiteindelijk wil bereiken. En dan ben je echt toekomstvast, ben je bezig. Dus ja, wat mij betreft de belangrijke conclusies. Ja, data delen is al een connected world. Het is in zekere zin heeft het daar maar ook enigszins een voorsprong, denk ik, in de Gaia-X wereld. Als je kijkt naar de initiatieven die er al zijn, omdat het van nature gaat het over connecties bouwen en met elkaar samenwerken. Maar het zijn wel heel veel initiatieven. En ja, die ook soms nog relatief in silo's zitten, die ook nog zich moeten uitbreiden in zo'n cross-sectoraal systeem. Dus we zijn er nog lang niet. Er is echt nog een lange weg te gaan. En die weg moet zijn dat we uiteindelijk sector, nationaal, internationaal aan elkaar koppelen. Nou, uiteindelijk kun je zeggen, nou, het is prachtig al de data delen. Waarom is dat relevant voor mij? Nou, dan kom ik weer terug op die X van helemaal aan het begin. Het moet aan elkaar gekoppeld worden. Dus data is niet zonder een plaats waar het op landt. Of de numbers moeten gecrunched worden. Er moet wat mee gebeuren. Dus uiteindelijk moeten we daarin op een goede manier samenwerken. Dus uiteindelijk is de bottom line van het verhaal. Data en cloud hebben elkaar nodig. En daarom is, denk ik, Gaia-X zo goed. Dat we daar in tandem bezig zijn om die dingen aan elkaar te knopen. En wat mij betreft ook de oproep hier in dit forum om het ook met de verschillende partijen in dit Nederlands initiatief ook op die manier te doen. Oké, Ruud, terug naar jou. Dankjewel, Frans. Ik wil nu graag het woord geven aan Edwin Haarsma. En Edwin is scientist innovator bij TNO. Edwin is vanaf het begin in de eerste overleg al betrokken geweest bij de Gaia-X initiatieven die we in Nederland proberen te organiseren. En opvallend zijn interpretatie van het Gaia-X construct. Is dermate goed geweest dat de Duitsers daarvan gezegd hebben vanuit de organisatie spot on. Dus het is de moeite waard om Edwin nu even aan het woord te laten. Dankjewel, Edwin. Dankjewel, Ruud, en goedemiddag allemaal. Ik hoop dat mijn slides goed zichtbaar zijn voor iedereen. In dit deel van het webinar zullen we het gaan hebben over hoe we uiteindelijk ook echt de juiste step in Gaia-X kunnen nemen. Hè? De juiste stappen om tot concrete innovaties te kunnen komen. En uiteindelijk is het een belangrijke vraag ook wat Ruud net al aanhaalde. Van oké, hoe kunnen we uiteindelijk ook geen waarde toevoegen? Waar jullie vanuit de sector van zeggen van oké, dit zijn onderwerpen die wij ook vanuit de sector zeggen dit is belangrijk. Een waarschuwing vooraf, dit deel van de presentatie zal het meest technische diepgaand inhoudelijk zijn. Maar gelukkig, en Björn zal na mijn presentatie voor een zachte landing zorgen dat we ook weer kunnen kijken van oké, wat kunnen we dan daadwerkelijk concreet gaan doen? En hoe kunnen we het gezamenlijk gaan oppakken? En we hebben al twee mooie presentaties gezien en daar wil ik eigenlijk ook weer even bij beginnen. Want in de presentatie van Andreas Weiss en Thomas Niessen, daar kwamen een paar hele belangrijke kernwaarden van Gaia-X naar boven. Trust, interoperabiliteit, transparantie, soevereiniteit. Allemaal kernbegrippen die heel erg belangrijk zijn voor het data-ecosysteem.
En uiteindelijk is dat ook de waardes die moeten gaan landen bij de eindgebruikers, bij de zakelijke gebruikers van die clouds. Maar de sleutel natuurlijk van KSX is wat Frans ook al aangaf, de link zit hem erin dat uiteindelijk die data, dat data-ecosysteem, dat leeft op een cloud-infrastructuur. En hier onderaan links van mijn scherm laat ik een deel van de infrastructuur zien, een simpele weergave. En we hebben een stuk netwerk helemaal onderaan als fundament wat de individuele clouds verbindt. En je hebt uiteindelijk een stuk housing, colocatie services. Uiteindelijk heb je daarbovenop infrastructure as a service, platform as a service, tot en met aan en weer dat blauwe data-ecosysteem, software as a service en ook uit de datadeelinitiatieven die daar bovenop gaan. Nou, het interessante van Gaia-X is dat het dus echt als een rode draad door die hele pilaar heen gaat. En die architecture of standards, die raakt elke abstractielaag die hierin zit. En uiteindelijk zul je dus ook zien dat het Gaia-X-register of de capability catalog waarover gesproken wordt, of juist het idee om die self-description te gaan hebben, die zullen dus uiteindelijk ook invloed hebben op die individuele pijlers. In dit deel van de presentatie zal ik ingaan op een soort van programmaopzet, maar het is juist bedoeld om ook te kijken van oké, waar ligt bij jullie als sector de interesse in om uiteindelijk ook samen stappen in te zetten. En dus hier geef ik rechts ook aan, we hebben twee belangrijke pilaren gedefinieerd. Dat is juist die groene laag en de manieren om samen te werken, om echt te werken aan dat federation onderwerp van Gaia-X. Maar uiteindelijk ook de echte technische bouwblokken van die infrastructuur, dat we daar ook de juiste stappen in gaan zetten. En uiteindelijk is het belangrijk dat we bij deze twee pijlers echt tot die holistisch allesomvattende projecten gaan komen, waarin je echt voor die hele stack gaat kijken wie welke rol daarin gaat vervullen, tot en met uiteindelijk aan het toepassingsgebied wat helemaal bovenaan zal liggen. Zoals Ruud al aangaf, hebben we eigenlijk al in december en januari vele gesprekken gehad. En er kwamen een paar hele belangrijke waarden ook naar boven. En ik vond het mooi dat in de presentatie van Andreas Weiss ook deze waarden heel kenmerkend naar boven komen. Dus als ik even Gaia-X helemaal plat sla in drie brokken, en dan heb ik het weer over dat provider register of die capability catalog en de endpoint die je gaat hebben en de federated computing layers. Nou, aan de onderkant daarvan heb je de hostingpartijen zitten. Dat kunnen allemaal gevarieerde partijen zijn. En aan de bovenkant heb je de gebruikers. Nou, als we even inzoomen op die onderste laag, dan is in ieder geval de geluiden die we daar horen, wat heel belangrijk is, is dat het heel belangrijk is om, ondanks die gestandardiseerde laag, dat je toch de mogelijkheid houdt om een onderscheidend vermogen te hebben. En dat je als individuele hoster een uniek product richting de bovenkant kan hebben. Maar uiteindelijk wel, en met name ook over certificering en compliance en trust, wil je dat dat allemaal in een transparante, maar uniforme manier wel gedaan wordt. Belangrijk uitgangspunt 2 is, formaat maakt niet uit. Ben je een kleine ondernemer met misschien één microdatacenter, zou je mee moeten kunnen doen aan Gaia-X. En dat geldt zowel aan die onderste laag, maar ook erbovenop. En we willen echt voorkomen dat die lock-ins effects of winner-takes-it-all mechanismes, dat die een grip kunnen krijgen op die standaardiseerde lagen. En uiteindelijk een belangrijkste uitgangspunt wat we ook hoorden is samenwerking. Samenwerking is wel de sleutel van Gaia-X. En uiteindelijk betekent dat juist ook die horizontale samenwerking tussen misschien partijen die hetzelfde type dienst aan de onderkant leveren. Want uiteindelijk die allianties op EU-niveau, maar juist ook op nationaal en regionaal niveau, zowel op onderzoeksgebied, maar juist ook concreet samenwerken om een grote rekenjob te gaan hosten, dat is een belangrijke pijler om samen sterk te staan in dat internationale ecosysteem. En 4, last but not least, heel belangrijk, die gestandardiseerde laag, die gaat ervoor zorgen dat je uiteindelijk ook nieuwe service providers bovenop dat ecosysteem gaat krijgen, zodat je ook nieuwe innovaties er naartoe kan halen. En dat er scale-ups kunnen gaan groeien bovenop die federated computer layer. En dat er nieuwe digital twinning systemen gaan bovenop gaan komen, waar mensen libraries gaan ontwikkelen, die bovenop al die providers kunnen gaan draaien. Nou, dat zijn de 4 kernbegrippen die prominent naar boven kwamen. Maar uiteindelijk, Gaia-X gaat over, en dat is al heel mooi in de presentatie van Thomas Nies ook naar boven gekomen, eigenlijk over standaarden. Het vastleggen van afspraken, hoe je gezamenlijk naar een bepaalde data-uitwisseling, of juist hoe je een bepaalde infrastructuur aanvraagt, hoe je dat gaat afstemmen. Het gaat over een referentiearchitectuur. Hoe gaan uiteindelijk die set van standaarden samenwerken? En er gaat wellicht iets komen als een capability catalog of een soort register. Uiteindelijk is een hele belangrijke vraag,
dat deze drie ingrediënten die uit GAX gaan komen, uit dat, die EU-entity die wellicht, waar Frankrijk en Duitsland mee bezig zijn om op te richten. Uiteindelijk is de vraag, hoe ga je dat ook echt realiseren, dat je daar bovenop de innovaties wil kunnen gaan doen die je ook echt wil hebben, zodat je uiteindelijk tot die impact kan gaan komen die je wil hebben. En je wil dat level playing field hebben, dat iedereen aan dit platform kan meewerken. Je wil hebben dat GAX uiteindelijk wijdverspreid, de adoptie, dat goed gaat zitten. En je wil komen tot die publieke transparantie, dat is die belofte van GAX. Nou, ik heb hier in het blauw een hele lijst van technische onderwerpen neergezet die heel belangrijk zijn om uiteindelijk op te gaan pakken. Die weer een relatie hebben met die standards en die reference architectuur. Maar uiteindelijk is het natuurlijk ook heel belangrijk dat als jij een proof of concept gaat neerzetten op het gebied van deze blauwe onderwerpen, dan wil je ook dat je uiteindelijk weer eisen en wensen terug kan leveren naar dat GAX Governance Board. Zodat uiteindelijk dat weer mee wordt genomen in een volgende versie van de standaard. Uiteindelijk is zo'n GAX-ecosysteem een levend ecosysteem waarin je de standaarden uiteindelijk ook weer verder wil brengen, omdat innovaties uiteindelijk ook weer verder gaan. Nou, uiteindelijk is een hele belangrijke vraag, en dat is ook een vraag die heel centraal staat in dit webinar, is van wat zijn uiteindelijk de echte uitdagingen die we allemaal samen willen gaan oppakken hierin. En daarvoor heb ik ook de volgende slide gemaakt. Hier hebben we 10 onderwerpen verdeeld en weer met de twee kenmerkende categorieën. De cloud infrastructuur onderwerpen en de samenwerkingsonderwerpen, echt het federatieve deel van GAX. En ik zal ze alle 10 even kort bij langs gaan en ik zal uiteindelijk 1 en 2 kort iets dieper, of onderwerp 1 iets dieper toelichten. GAX kan je het zien om uiteindelijk ook hyperscale jobs te kunnen gaan draaien, echt die taken die flexibiliteit nodig hebben, maar die ook eventueel een grotere schaal nodig hebben, om die op de infrastructuur, de gedeelde infrastructuur, te kunnen gaan draaien. En dus je zou kunnen zeggen, weer op die infrastructuurlaag, we laten partijen van die infrastructure service providers, laten we samenwerken om uiteindelijk de flexibiliteit te kunnen bieden en die ook de grote hyperscalers in de buitenwereld kunnen draaien. Punt 2 focust zich veel meer op web- en app-applicaties. Hoe kan je uiteindelijk gaan kijken dat als jij op dit moment een webhoster bent en je gebruikt een specifieke stack om jouw webapplicaties aan te bieden of jouw hostingpakketten aan te bieden, dan is het heel belangrijk dat je gaat nadenken over hoe gaan de waarden van GAX uiteindelijk ook terechtkomen in het framework wat jij gebruikt en dat dat ook aansluit bij die standaarden die internationaal aan het groeien zijn. Onderwerp 3 geldt eigenlijk hetzelfde voor Things in GAX. Dat kan zowel een robotarm zijn als we heel erg smart industry 4.0 denken. Maar het kan ook simpelweg je thuisthermostaat zijn die tegenwoordig ook veel slimmer wordt. Hoe zorg je ervoor dat ik eigenlijk aan de buitenkant van die slimme thermostaat kan zien dat de infrastructuur die op de achtergrond draait, die uiteindelijk de keuze maakt wat er uiteindelijk ook met de temperatuur in je huis gebeurt, dat je daar meer inzicht gaat krijgen als eindgebruiker zijnde, maar ook als uiteindelijk leverancier van zo'n slim apparaat. Dat je ook echt grip gaat krijgen op die infrastructuur op de achtergrond. Nou, ook in de presentatie van Andreas Wijsen, de Edge of GAX, die kwam ook heel prominent naar voren. Dat is echt een trend die je in de buitenwereld ziet. Dat edge computing een hele belangrijke rol gaat hebben in de nabije toekomst. Ook met name weer smart industry. Maar ook de mobile edge van het telecomnetwerk wordt steeds populairder. En het interessante is dat wij in Nederland een heel erg een landschap hebben van al heel veel regionale datacenters. En de vraag is ook, hoe ga je die regionale of juist in microdatacenters, hoe ga je die ook heel een prominente positie geven in het GAX-ecosysteem? En hoe ga je er uiteindelijk voor zorgen dat je een echte harmonie krijgt tussen applicaties die in Edge draaien, tot en met aan de services die echt centraal draaien in een grotere cloud? Punt 5, en die is daar heel erg aan gekoppeld, want ik kan uiteindelijk wel overal losse onderwerpen, losse resources neerzetten voor uiteindelijk mijn applicatie te dienen. Maar het is ook heel belangrijk om de connectiviteit tussen die verschillende datacenters, dat die uiteindelijk ook met die flexibiliteit om kunnen gaan. Zodat je uiteindelijk echt zelf de keuze kan maken aan de kant van de applicatie, waar draait welk deel van mijn services. En het zijn allemaal onderwerpen die hebben een hele technische ladingen komen echt vanuit innovaties die op dit moment een rol spelen in het infrastructuurdeel van het ecosysteem.
De link is natuurlijk heel belangrijk met het groene deel wat ernaast staat. Want het groene deel gaat juist heel over het slim maken van de afspraken. Zodat je uiteindelijk ook die linkerkant van het scherm mogelijk maakt. Nou, daar hebben we ook 5 onderwerpen gedefinieerd. Eentje is natuurlijk heel belangrijk, gaat over hoe ga je uiteindelijk straks zaken doen in dat gefedereerde ecosysteem. En je zult dus ook andere soort van samenwerkingen krijgen. Maar hoe zorg je ook dat uiteindelijk in je pricing models die je voor je services gaat hebben. En dat die ook erbovenop gaan landen. Zodat ze uiteindelijk ook zo flexibel en agile zijn. Zoals dat in de buitenwereld bij de grotere partijen nu ook het geval is. Punt 2. En guides to consumer. Ja, ik hint het er al even aan met die thuisthermostaat als voorbeeld. Maar uiteindelijk is het ook heel belangrijk dat je gezamenlijk als sector gaat denken. Van oké, hoe zorgen we ervoor dat echt die waardes die van Gaia X gecreëerd worden, dat die ook gaan landen bij die eindgebruikers. En dat kan zowel zakelijk zijn als zeg maar echte consumenten. Maar je wil dat daar een stukje awareness voor gaat ontstaan. Nou, punt 3. Heel belangrijk onderwerp, trust. En ook mijn collega Björn gaat straks nog iets vertellen over de online trustcoalitie. Want uiteindelijk zijn er al heel veel goede initiatieven om meer uniformiteit in standaard of in certificeringsprocessen, et cetera, te krijgen. Maar Gaia X is ook een heel belangrijk onderwerp om uiteindelijk te gaan kijken naar hoe zorg je ervoor dat die infrastructuur die jij als eindgebruiker aanvraagt, dat je ook direct aan de buitenkant weer kan zien dat jij volledig gecertificeerd bent. En dat wordt complexer naarmate je echt meerdere infrastructuuronderdelen laat samenwerken. Nou, onderwerp 4, Gaia X Monitor. Transparantie is heel belangrijk, maar hoe creëer je transparantie? Halen we hier 2 onderwerpen in aan, performance en kosten. Hoe ga je er ook uiteindelijk aan de buitenkant zien van Gaia X, dat je daarin meer grip op gaat krijgen? En hier zijn we als TNO mee bezig met de TNO Cloud Monitor. Maar uiteindelijk wil je dat in federeerde context, wil je dit nog meer gaan aanhalen. Nou, laatste onderwerp, ook heel relevant, groene energie. Europa zegt in 2030 willen we dat alle datacenters carbon neutral zijn. Dan is dat ook nu de kans om te zeggen in de standaarden van Gaia X willen we ook iets gaan opnemen rondom groene energieconsumptie. En dat je ook transparant aan de buitenkant van de cloud kan zien hoe het met de efficiëntie zit. Dat waren de 10 onderwerpen. Zoals gezegd, het is allemaal input om uiteindelijk ook discussie interactief met jullie aan te gaan. En ik zal nog even dieper ingaan op onderwerp 1. Onderwerp 1 gaat erover, ik heb een hele grote rekenjob. Nou, we hebben Frans van Etten gehoord over AI en de impact die we daar ook van hebben. En AI vereist heel vaak dat je een grote leercyclus start om op veel data een stuk processing te gaan doen. Maar het kan ook zijn op het gebied van simulaties. Dat zijn uiteindelijk hele zware rekentaken die typisch, ik wil je snel gedaan hebben, maar kunnen soms niet bij één kleine partij draaien. Nou, dit is een idee om juist te zeggen, we gaan die gefedereerde lagen van Gaia X juist inzetten om dit soort jobs ook op deze kleinere partijen te kunnen draaien samen. Of wellicht juist taken te delegaten naar een grotere internationale cloud provider. Uiteindelijk is hier de sleutel in, zijn weer die gefedereerde lagen. Hoe zorg je als provider ook dat die self-description die Thomas Niese aanhaalde, dat je daar ook de juiste dingen in hebt staan, zodat andere partijen ook op die manier gebruik kunnen maken van je services. En je kan dus hier heel mooi in laten zien dat in zo'n project zie je die verticale en die horizontale samenwerking. Je ziet hier samenwerking tussen providers, maar je ziet ook de samenwerking op verticaal gebied tussen de network operator die eronder hangt, tot en met uiteindelijk iemand die de applicatie erbovenop gaat neerzetten. Dit is een voorbeeld puur om inspiratie te geven over wat Gaia X uiteindelijk zou kunnen gaan betekenen in de praktijk. En heel belangrijk is natuurlijk, ik geef hier een heel generiek voorbeeld als het gaat om hoe je IT gaat inrichten. Maar uiteindelijk moet je altijd weer kijken naar hoe ga je ook die generieke ICT-infrastructuur toepassen in een specifiek domein. Nou, hier noem ik even heel kort het gezondheidsdomein. Daar zou je bijvoorbeeld dit mechanisme kunnen toepassen. Maar er zijn veel meer domeinen. En ook in de presentatie van Andreas Weiss, daar is al een hele onderverdeling gemaakt in domeinen waar Gaia X invloed op zou kunnen. Dus dat was even heel in het kort, vrij diepgaand, wat zou je met Gaia X uiteindelijk kunnen doen? Zoals gezegd, we staan open voor discussies. En we staan altijd open om te kijken we leveren er ook nog andere ideeën bij jullie. Dus daarop bij de chat. En dan geef ik nu weer het woord terug aan onze gidsen van het webinar, Ruud.
Dankjewel, Edwin. Ja, hier is het tijdstip aangekomen om de tweede vraag te stellen aan jullie. Welke waarden in GAIA-X hebben voor jou prioriteit? En dit is een korte samenvatting wat Andreas en later Edwin al gepresenteerd hebben. Dus kun je hier de voor jou belangrijkste waarden selecteren? Meer mag, één is goed. Dank voor jullie antwoorden. Dan wil ik nu graag het woord geven aan Björn Hakansson van TNO. Björn gaat in het vervolg op wat Edwin Harsma presenteerde. Aangeven van hoe we nu samen aan die innovaties meer concreet kunnen gaan werken. En Björn is daarvoor business developer bij TNO. Dus een uitgelezen persoon om daar meer toelichting op te geven. Björn, aan jou het woord. Hallo allemaal, goedemiddag. Als het goed is, zien jullie nu mijn scherm. En dan zet ik die op fullscreen. Kunnen jullie heel mooi meekijken. Ik ga het hebben over een beetje terugkoppeling naar die dingen die eerder personen hebben gezegd hier. Inhoudelijk een aantal interessante ideeën. Maar hoe kunnen we nu alle die innovaties samen oppakken? Welke manieren zijn er voor om dit te doen? Daar ga ik maar even kort bij stilstaan. En even beginnen een beetje met die kruisje van die ook trouwens van Ed in zijn presentatie had. Het gaat hier bij GAIA-X om het verbinden van twee ecosystemen. Het blauwe data-ecosysteem waar Frans het over had met een aantal initiatieven die al lopen, zoals het Data Sharing Coalition en de internationale IDS-standaard en de Nederlandse AI-coalitie. Het zijn heel leuke voorbeelden van programma's. En Frans noemde ook het Smart Connected Supplier Network. Ook een heel mooi initiatief in publiek-private samenwerking om iets met data delen op te pakken, concreet. En wij hadden het gevoel dat het infrastructuurdeel, het ecosysteem aan de onderkant, liep een beetje achter. Hè? Want daar was er nog geen initiatief. En wij waren heel blij als TNO toen wij contact kregen met DNL, DHPA en ISP Connect. Drie belangrijke ledenorganisaties in deze sector. En we zien hier dat we daar een rol in kunnen spelen als TNO. En een aantal manieren om hier een rol te spelen, stappen te zetten, is om misschien ook zelf te bouwen aan zo'n infrastructuurcoalition. Een cloud infrastructure coalition hebben we het genoemd. Dus dat is wat wij nu willen bereiken. En ik ga een beetje in op hoe we dat zien, hoe we die stappen kunnen maken. Maar het verbinden van het data-ecosysteem en het infrastructuur-ecosysteem, daar moeten we in gaan samenwerken. En een coalition is daar een middel in. Maar het is alleen een startpunt en daar is nog veel meer nodig. Wij zien daar een rol in als TNO. En waarom zien we dat eigenlijk? Dat is omdat wij natuurlijk vaker met ecosystemen werken. We hebben in heel Nederland verschillende ecosystemen waar we betrokken zijn. Zo bijvoorbeeld met 5 Groningen. In de 5G-standaard is misschien een heel leuk en bekend voorbeeld. Is ook een 5G-ecosysteem in de maak in Delft, rondom Internet of Things en 5G. En het Smart Industry-netwerk in Brabant, waar Frans het over had, het Smart Connected Supplier Network, is ook zo'n heel interessant ecosysteem. En er zijn er meer, maar daar ga ik niet allemaal op in. Maar dit zijn typische ecosystemen die passen heel goed bij de rol van TNO. En welke rol is dan typisch voor TNO in het hele innovatielandschap? Hier heb ik dat geprobeerd een beetje weer te geven van een as van fundamenteel naar commercieel. Zowel op Nederlands niveau als op Europees niveau. En wat je typisch ziet, wat de rol en focus van TNO is, we kijken naar nieuwe technologieën. Nieuwe standaarden, nieuwe frameworks, architecturen.
En daar kijken wij hoe kunnen we dat overbruggen naar meer commerciële toepassingen. En daar is de rol van TNO om te kijken naar applied research, industrial research, vaak in publiek-private samenwerking. 5G is zo een standaard, daar zijn we ook in betrokken. IDS heeft Frans al genoemd. En Gaia-X is op dezelfde manier een heel mooi nieuwe standaard, een nieuwe kans voor de sector. Op nationaal niveau, maar ook op Europees niveau. Het Gaia-X-project niet alleen, maar het zullen ook natuurlijk initiatieven komen vanuit de Europese Commissie. Waar misschien Europese fundingprogramma's ook kansen bieden voor de sector. Nou, dit zijn allemaal mooie initiatieven, mooie kansen. Het Nederlandse perspectief dus, samengevat. Wij zien dat de sector ziet hier de belang van Gaia-X. Dat is door meerdere partijen aangegeven. Ik vind het heel interessant, heel belangrijk. Gaia-X biedt de standaard. En wij kunnen daar dan een rol in spelen. Samen met jullie, samen met de sector, met verschillende stakeholders. Om hier een aantal ideeën op te pakken. En die samenwerking te doen. Het begint misschien met het begrijpen, wat is Gaia-X? Wat kan het voor ons betekenen? En daarna het bijdragen aan de framework verder ontwikkelen, zoals Edwin het ook over had. En dan kijken, welke features willen we mee beginnen? En hoe kunnen we stappen zetten naar concrete implementaties hiervan? We hebben daar een roadmap voor bedacht. Beginnend met deze ronde tafel. Vandaag is een soort kick-off. En de weg naar voren gaat dan over eerst het vormen van een community. En coalition, en cloud infrastructure coalition zou daar een middel voor kunnen zijn. En daarna hebben we ideeën dat hier kunnen we ook publiek-private samenwerking een rol laten spelen om dit verder te ontwikkelen. En uiteindelijk met het doel om echte live pilots waar we zowel de datakant als de infrastructuurkant met elkaar laten verbinden. Dus dat is het algemene idee over de roadmap. En die gaan we graag met jullie samen kijken hoe we dat kunnen oppakken. Wij zien dan voor ons een researchstructuur, innovatiestructuur, hoe we dat zouden kunnen doen. Want er zijn een aantal onderwerpen die ook Edwin genoemd heeft, die zijn horizontaal. Die zijn voor heel veel partijen gezamenlijke ideeën, gezamenlijke standaarden. En die moeten omgezet worden naar de praktijk. En dan zijn we uiteindelijk ook heel sectorale innovaties hebben, waar je echt cases waar het echt gaan proberen. Maar door in zo'n structuur met publiek-private samenwerking, dan heeft ieder zijn eigen rol, zijn eigen plek in dit ecosysteem. Niet alleen de infrastructuur-ecosysteem, maar ook het data-ecosysteem. En we moeten het met elkaar uiteindelijk doen. Dus hier zien we heel veel kansen voor. En samen met jullie, die hier al in de sector werken, denken wij dat we hier een aantal dingen kunnen oppakken. De basis, dat is om ook deel te nemen actief in Gaia-X. En wij zijn vanuit TNO ook bereid om lid te worden van de Gaia-X Foundation. En daar kunnen we ook een rol spelen door actief mee te denken in werkgroepen, om die standaard verder te ontwikkelen. Wij kunnen ook met jullie in de sector hier terugkoppelen wat er gebeurt. En ideeën ophalen van wat er precies teruggebracht moet worden naar Gaia-X. Een beetje brengen en halen. Op die manier kunnen we dat doen. Die andere streams die heeft Edwin al genoemd. Daar ga ik niet zo lang bij stilstaan. Maar hier kunnen we dus met allerlei projecten aan de slag. Om dat van papier naar pilots te brengen. Softwareontwikkeling, proof of concepts, een aantal ideeën in de praktijk brengen. Hetzelfde met de Cloud Federation Research. Hier zien we ook kansen om dit in projectvorm met jullie op te pakken. En ook met stakeholders uit de Online Trust Coalition. En ook in zo'n coalitie die in de maak is, hier een rol in kan spelen om de standaarden duidelijk te maken. Op deze manier kunnen we de weg naar voren vinden. En waarom doen we dit? We denken natuurlijk, en dat weten jullie allemaal, hoe belangrijk de datasector is in Nederland. En door hier de krachten te bundelen, zoals Michiel Steltman het ook noemde in de inleiding. Door de krachten te bundelen denken wij dat Nederland een voorloper kan zijn in het implementeren van Gaia-X. En de kansen goed te benutten.
Dus ik doe hier een oproep naar jullie. Doe met ons mee. Ga deelnemen in de activiteiten die wij hier op een rij hebben gezet. En afronding, heel kort. Wat zijn de stappen dan? Hoe kun je hierin deelnemen? Gewoon door dit soort discussies. Gewoon mailinglijst deelnemen in de discussies. Maar tweede stap is om ook actief deel te worden in de coalition. Zoeken we partijen voor die dat willen doen. En helpen ook in de derde stap om te bijdragen aan de Europese standaarden. En uiteindelijk ook met de publiek-private samenwerking wellicht aan een aantal concrete projecten aan de slag te gaan. Dus hier zijn kansen voor jullie allemaal om deel te nemen, zowel op nationaal niveau als op Europees niveau. En we willen een korte discussie hebben, dat gaat Ruud straks modereren. Wij horen graag van jullie. Stel de vragen in de questions. Wat soort betrokkenheid zien jullie voor jezelf? Wij willen dat jullie hier meedoen. Dus dat is de oproep. Doe mee en dan kunnen we hier een mooie stap inzetten om van GAIA-X iets nuttigs maken voor de sector in Nederland. We horen graag van jullie. Er zijn contacten per mail of per telefoon. Die zitten allemaal in de slides en daar zullen jullie natuurlijk ook later toegang toe hebben. Dat was kort dan het woord aan jou, Ruud, weer. Dankjewel, Björn. Dankjewel. En onmiddellijk zien jullie de laatste van de drie vragen die we aan jullie willen stellen. Ingaand op de vraag van Björn ook. Dus wat vind jij eigenlijk van dit initiatief om een coalitie te vormen vanuit Nederland, samenwerkend met onder andere de organiserende partijen in Duitsland en Frankrijk? Geef daar even je voorkeur aan. Dan kunnen we daar gelijk een bespreking over hebben. Want nu gaan we het deel van de discussie in. Ik zal kort zullen we even kijken naar wat de uitslag is van de vorige poll, als deze beantwoord is. En dat even bespreken. En daarna gaan we met een selectie van een paar vragen gaan we stellen aan een van de sprekers. Wel, dank voor jullie antwoorden. Ik stel voor dat we de poll nu afsluiten en doorgaan. Eerst even terug naar het stuk over waar de vraag is gesteld aan iedereen van welke waarde. Dit is leuk, maar welke waarde vertegenwoordigt GAIA-X nu voor je? En welke waarde is voor jou belangrijk, heeft prioriteit? En daar is al vrij snel duidelijk is dat het level playing field in de internationale markt, dat de hoogste score heeft met 52%. Je ziet dat daarna innovatie, nieuwe samenwerking in het open ecosysteem, dat belangrijk is. En last but not least is trust. Uniforme aanpak van veiligheid, certificering en quality of service is een belangrijk punt voor 45% van de mensen. 52% level playing field, 47% zet in op innovatie en 45% op trust. Dus je ziet dat er eigenlijk wel een redelijk evenwichtig beeld is en verdeeldheid over wat de belangrijke waarden van GAIA-X zijn. Dan terugkomend op de vraag over wat de... En dan moeten we naar poll 3. Erik, zou jij poll 3 kunnen laten zien? Op scherm. Dat is de vraag die zojuist gesteld is. In ieder geval heb ik die vraag voor mijn neus en ik kan de resultaten met jullie delen. De vraag was en luidde: wat vind jij van dit initiatief om een coalitie te vormen? En daarop geeft maar liefst 38%, of 43%, sorry, geeft aan nog geen mening te hebben. Dus die zijn echt nog in oriënterende fase. 38% van jullie geeft aan dat ze zich graag aansluiten bij de Nederlandse Cloud Infra Coalitie.
En 15% zegt, ik ben in ieder geval positief en ik heb suggesties over de invulling van dit valide initiatief. Dus nou ja, dat is overwegend een zeer positieve uitslag, mogen we zeggen. Eigenlijk belangrijk is, jullie hebben tijdens de presentaties hebben jullie een aantal vragen gesteld. En die vragen die zijn door ons gereviewd. En wij hebben een paar vragen daaruit gehaald om met jullie het antwoord te horen van een van de presentatoren over wat hij vindt van die vraag. En een van die vragen is, garandeert GAIA-X dat Chinese of Amerikaanse bedrijven nooit bij de data kunnen? En het lijkt me een uitgelezen vraag om om deze vraag te stellen aan Thomas Niese of Andreas Weiss. Erik, als jij Thomas of Andreas even in de presentatiemode kan zetten, dan zal ik de vraag in het Engels stellen aan Andreas bijvoorbeeld. Ik weet niet of Andreas er nog bij zit, Thomas hier. Gegarandeerd. Wat wij natuurlijk vragen bij de GAIA-X onboarding, is dat de noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen worden getroffen om geen onbevoegd toegang tot data mogelijk te maken. Dit is onafhankelijk van China, Verenigde Staten, Noord-Korea of wat dan ook. Wat je natuurlijk nooit kan garanderen is dat er niet toch een data leak mogelijk is. Dus to cut a long story short, wij hebben, ik denk, een heel gamma aan technische en organisatorische maatregelen die dit vrijwel onmogelijk maken, maar echt garanderen voor 100%, waarschijnlijk nooit echt te garanderen. Oké, dankjewel voor die toelichting. Een andere vraag die wij geselecteerd hebben is de vraag van wat is het belang eigenlijk van GAIA-X voor de consumer, dus voor de Europese burger. Het nut voor business is duidelijk en aanwezig, maar wat is nou het belang voor de EU-burger? En wij willen die vraag eigenlijk verlengen naar van wat is het belang voor niet alleen voor de burger en consument, maar ook voor de zakelijke eindgebruiker van GAIA-X. Wat winnen we hiermee? Deze vraag die wil ik eigenlijk graag stellen aan Michiel Steltman, die kort de inleiding gegeven heeft en die ook sinds het begin al betrokken is geweest bij de Nederlandse inspanningen voor GAIA-X. Michiel, mag ik jou het woord geven? Jazeker. In de questions heb ik al een voorzetje gegeven voor het antwoord hiervoor. Wat speelt er bij de burger wel? De burger heeft vaak behoefte aan zekerheden. U kunt zich onlangs misschien nog wel discussies herinneren zoals medische data in de cloud. En vaak komen we bij de burger vragen op, waar is mijn data, wie kan er allemaal bij en hoe is gecontroleerd dat het allemaal goed zit. Er is de connectie tussen de data en de partijen die erbij betrokken zijn om die op te slaan, te verwerken in die clouds. Dat is een onderdeel wat GAIA-X goed kan adresseren door de afsprakenstelsels die worden ontwikkeld, de standaarden en de normen. En dat je aan de bovenkant, dus aan de gebruikskant, meer zekerheden hebt dat de partijen die participeren dat op een manier doen die dat soort vragen bij voorbaat positief kunnen beantwoorden. Dus dat we niet achteraf nog eens onderzoekjes moeten doen of dat via Kamervragen moeten gaan uitzoeken. Het is heel erg belangrijk dat daarbij gebruik wordt gemaakt, zoals Thomas Niese al heeft uitgelegd, die stelsels worden ontwikkeld ook in lijn met datgene wat er in Europa momenteel wordt bedacht. In gremia zoals ENISA, de diverse cloud certificeringswerkgroepen in Europa, de Online Trust Coalitie in Nederland, waar we invulling willen geven op zo'n manier dat die zekerheden eigenlijk direct al vaststaan en er geen vragen en toestanden achteraf zijn. En dat betekent dat in principe alle leveranciers kunnen meedoen, mits die voldoen aan de normen en standaarden die binnen GAIA-X worden afgesproken. Dankjewel, Michiel.
Ik denk dat er, los van het feit dat we nu een paar vragen selecteren om direct te beantwoorden, gaan wij al de vragen gesteld, die gaan wij in ieder geval terugkoppelen naar de vraagstellers en ook delen in een apart document samen met de presentaties. Ik denk dat dat goed is om dat hier te noemen. Ik denk dat we nog net tijd hebben voor een laatste vraag. En dat zijn eigenlijk er zijn een aantal vragen gesteld over dat onderwerp. En het komt er eigenlijk op neer is dat mensen zich zorgen maken, of in ieder geval vraagtekens hebben van het feit, over het feit dat de grote hyperscalers, de AWS'en, de Microsoft's enzovoorts van deze wereld, zich kunnen aansluiten bij het GAIA-X-initiatief. Men maakt zich zorgen over het level playing field. Hoe kan dat gewaarborgd worden, is een van de vragen. Ik wil daarvoor voor de beantwoording toch even teruggaan naar Thomas, om daar een eerste reactie op te geven. Thomas, zou je dat willen doen? Thomas Niesen? Ja, graag. Ik ben niet helemaal zeker of ik de vraag goed heb verstaan. Dus, de, zorg vraag is van... de vraag is eigenlijk in het kort, grote partijen, de grote hyperscalers, de global cloud spelers zoals Azure van Microsoft, Amazon Web Services en Google Cloud kunnen zich aansluiten bij GAIA-X. Dat is normaal. Dat is in ieder geval toegestaan. Maar wat waarborgt nou het feit dat je een level playing field houdt met deze techreuzen aan boord van dit initiatief? Ja, deze bedrijven kunnen zich aansluiten onder de voorwaarde dat zij de regels van GAIA-X dat ze aan de regels van GAIA-X voldoen. Dus dat is de eerste hoorde die ze moeten nemen, ook in terms van data protection. Dus dit is iets waar wij denken dat dit niet zo erg gemakkelijk zou zijn voor de hyperscalers om zich aan te sluiten. Maar in principe zal het natuurlijk ook mogelijk zijn dat hyperscalers zich dan aansluiten. Het is natuurlijk ook zo dat er voor bepaalde klanten het ook mogelijk moet zijn om GAIA-X services met services bij hyperscalers te combineren, omdat zij al bepaalde applicaties bij Azure hebben. Dus er moet ook de mogelijkheid zijn, als de klant dat wil, hier diensten te combineren. Ik zie dan, als iedereen dezelfde voorwaarden moet accepteren, dan zie ik dat toch wel dan als een level playing field. Dus dan zou ik niet meteen zien waar dit woord, hoe noem je dat, violated. Ja, dat het te conflicteert daarmee. Geconflicteerd, ja, precies. Oké, helder. Ja, dank voor jouw antwoord, Thomas. Het is langzaam tijd om het woord over te geven aan Bjorn Hakansson. Bjorn, een van de vragen die ook uit de questionnaire komen is... Wat kost het überhaupt iets aan organisaties om deel uit te maken van die Nederlandse Cloud Infrastructure Coalition? Zijn er überhaupt kosten verbonden met het deelnemen rechtstreeks in GAIA-X? Kun je daar iets over vertellen? En dan geef ik jou ook gelijk graag het woord om deze meeting af te sluiten. Ja, dankjewel Ruud. Dank iedereen voor de belangstelling. De vraag over hoe GAIA-X op internationaal niveau aan kosten gaat zijn, dat is nog niet bekend. Hè. Dat wordt waarschijnlijk een beetje meer verteld op het seminar volgende week, 4 juni. Dan is het met de Franse en de Duitse ministeries echt een launchmoment van GAIA-X op internationaal niveau. De bedoeling is daar dat er echt een foundation wordt waar men lid ook van kan worden. En dat zal wel gepaard gaan met de enige kosten. Dat moeten we nog zien. Het idee om in Nederland ook een coalition op te zetten. Dat willen we zeker niet te duur maken. Maar we willen wel misschien een kleine bijdrage vragen. Om bijvoorbeeld betrokkenheid in het GAIA-X standaardisatie efforts te kunnen financieren. Maar wij gaan dat niet een prijs opleggen.
Dat is ook iets wat we samen met jullie willen bespreken. Hè. Wat zou dat waard zijn? Wat zou dat kosten? En ja, eerlijk gezegd, als er heel veel belangstelling is, dan kunnen we de kosten delen. En dan kunnen de kosten ook lager gehouden worden. Dus daarom zien we ook heel graag dat heel veel partijen hierin gaan meedoen. En ook met projecten, als we dat gaan oppakken, specifieke projecten, hè, meer partijen die meedoen, dan delen wij in de innovatiekosten en dan wordt het voor iedereen ook wat reasonabeler. Dus we snappen natuurlijk dat in deze tijden, het is niet makkelijk, iedereen gaat nu letten op zijn kosten. Maar juist door dan die samenwerking aan te gaan en samen te kijken wat kunnen we samen oppakken, dan delen we in de kosten. Dus wij denken dat dat een heel mooie manier is. En deze webinar vandaag was bedoeld om een aftrap te doen van die discussie. Dus wij zien nu dat wij pas later, als wij hier op terugkomen, dan gaan we die discussie voortzetten. En wij zijn op zoek naar partijen die hier dus met ons mee willen gaan. Partijen die hier graag de discussie de komende weken willen oppakken. Dus neem contact op met ons. Hier is mijn e-mailadres. Stuur mij een mail. Laat maar weten hoe en op welke manier wij deze discussie kunnen voortzetten. Dat was een beetje het doel van vandaag. Ik wil iedereen bedanken, alle sprekers. A special thanks to Andreas Weiss from Germany en Thomas Niesen, die hier ook aanwezig is. En ik wil jullie danken en daarmee deze webinar goed af te ronden. En laat van jullie horen wat jullie hiervan vonden. Dankjewel. Ruud, nog iets? Nee, ik denk dat dat een hele goede afsluiting was. Dank iedereen voor het deelnemen. Wij gaan achteraf gaan bij de presentaties en de informatie gaan wij delen. Op de bekende sites, onder andere onder DHPA SkyX pagina, zal meer info komen over de webinar georganiseerd door de Duitse organisatie voor 4 juni. En zullen wij ook via mail jullie weten te bereiken. Dus dank voor jullie aandacht allemaal. En tot ziens. Tot ziens, dank u wel.